We gaan vandaag veeleidingen vervangen in een flat. Deze leidingen zijn spontaan gaan lekken. Veeleidingen lopen door de badkamers en dienen als verwarming. We gaan de veeleidingen hier doorzagen. En we gaan hem hier doorzagen en we zetten hier speciale koppelingen op van Megapress. En het voordeel daarvan is dat ze ook nog schuifstokken hebben. En die zijn echt perfect wanneer je tussen twee vaste verbindingen een verbinding moet maken. Voordat je pressok erop plaatst, moet je hem wel goed schuren. Dit is de Megapressok en als je goed kijkt, zie je binnenin dat er van die weerhaakjes zijn en een o-ringetje. En als je deze zo vastperst, blijft die vast en hij zal er niet uitschieten. Die zet weer op. Nou, die erop. Heb je vast? Ja. Klik en zo is hij perfect. Dan kan de volgende geperst worden. En zo simpel is dit, jongens, hè? Je hoeft niet draad te snijden en dit is voor de werkflow gigantisch. Kind kan de was doen. Valt bij mij, hè, die koper. Nou, deze klaar, dan gaan we nu naar beneden. Dit is een schuifsok, die doen we hier omheen. Hop, kan die daarop. En dan kan je hem zo vastklemmen. We gaan eerst even de bocht erop klemmen. Zo, gaan we de midden aftekenen. Dat is hier, dan weet ik zeker dat het goed gaat. Zo. Zo zitten we goed. Volgende boy. Klaro! Vind je deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. Ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye!